Een dag leven als een miljonair, dat moet natuurlijk in stijl. Privéchauffeur, limousine, champagne of cola. Het is de hoofdprijs voor de preventieve schuldhulpcampagne Hoe word je rijk? De gemeente Den Haag probeert via de campagne jongeren te informeren over hun financiële situatie en de veranderingen wanneer ze 18 worden. Daarom is de eerste stop het stadhuis. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, welkom op het stadhuis. Ze is geweldig gearriveerd met een limousine. Onder de noemer van, nou, voel je rijk een dag, zeg maar. Op die manier willen we eigenlijk duidelijk maken van, nou ja, dit is de andere kant van de medaille. Maar zorg er wel voor dat je bewust bent met wat je uitgeeft, want dat is denk ik heel erg belangrijk. Onderzoek toont aan dat 50% van de jongeren geld leent bij hun ouders. De gemiddelde schuld die ze hebben is ruim 1000 euro. Wat misschien nog wel schokkender is, is dat er 80.000 meldingen zijn van jongeren bij de schuldhulpverlening. En daarom zijn we deze campagne begonnen, om ervoor te zorgen dat jongeren bewust worden om goed om te gaan met geld. Leerlingen van verschillende scholen kunnen via de website hoewordjerijkdenhaag.nl een lesprogramma volgen en hun kennis trainen via een test. En degene die als allerbeste de test maakte is Mevre Assar. Zij weet precies hoe je rijk wordt, maar dat is voor haar niet het belangrijkste. Voor geld denkt voor mij rijk zijn, want het kan ook zijn dat je niet gelukkig bent. En ik wil liever gelukkig zijn dan meer geld eigenlijk. Maar voor een dagje leven als een filmster is natuurlijk wel leuk. En om het helemaal af te maken, professionele visagie en een fotoshoot.